We hebben aan alle bewoners gevraagd, alle inwoners van Tilburg, om hun liefdesverhalen te delen. En wij wilden daar heel graag liefdesliedjes van maken. Hun verhalen vertellen en hun een podium geven voor hun verhalen, waar ze normaal misschien niet de kans voor krijgen. En daar hebben we dus een heel album omheen gemaakt en nu ook een hele voorstelling die we vandaag gaan spelen. We hebben gewoon eigenlijk alle verhalen op een grote stapel gegooid en gekeken, wat is de strekking van het verhaal? Als in verboden liefde of je hebt de ware gevonden of een beetje dat soort verhalen. En daar hebben we vooral naar gekeken, wat zijn de grote lijnen van zo'n verhaal? En daar hebben wij onze eigen teksten op geschreven. Het grootste deel van het project was dus echt het verzamelen van de verhalen. Mensen voelen zich toch enigszins, zijn ze bescheiden of zo om het te delen. En dat hoeft helemaal niet, maar iedereen vraagt zich toch af, is mijn verhaal dan wel de moeite waard? Maar eigenlijk zijn alle verhalen de moeite waard, bleek. En vaak hielp het heel erg als we met mensen echt persoonlijk in gesprek konden gaan. En dat we konden uitleggen waarom we ze wilden en dat we eigenlijk een gesprek aangingen. En dat was eigenlijk al een heel mooi doel van het project überhaupt, dat we meer mensen spraken uit heel Tilburg. Hoe is het met de liefde gesteld in Tilburg? Ja, dat is wel een moeilijke vraag om zo ineens te beantwoorden. De liefde is moeizaam, merken we. Dat het, mensen vinden het moeilijk om hun liefde openbaar te maken ook. Met het verzamelen van alle verhalen hebben we best wel mensen gekregen die zeiden van ja, ik vind het moeilijk om zomaar even mijn verhaal te vertellen. Ja, wat is hier nou bijzonder aan? Maar het blijkt toch wel dat ieder verhaal gewoon heel bijzonder is of iets bijzonders heeft. Dus dat merken we vooral, dat de liefde, die is er zeker wel. Alleen mensen vinden het moeilijk om daar zich open en bloot te geven daarvoor. We willen echt door die verhalen die nu verteld zijn en die we hebben omgezet in liedjes voor een groot publiek bereikbaar zijn. Dus je hoort nu ook verhalen van mensen misschien die je nooit gesproken hebt. Er zijn melancholische verhalen, verdrietige liefdesgeschiedenissen, maar ook hele blije. En ook in het verhaal wat gedurende de voorstelling wordt gelopen, komt het ook eigenlijk allemaal wel aan bod. Het is een soort mooie golf van hoe kan zo'n liefdesverhaal dan gaan en welk aspect hoort daar allemaal bij. We hebben ook echt dus ook mensen gesproken die we dus zelf ook normaal nooit zouden spreken. En dat vond ik eigenlijk het meest mooi aan dit project. Gewoon omdat je altijd een reden hebt om met mensen in gesprek te gaan. Ja. Dus altijd een excuus of een goed begin, van hoe staat het met jou in de liefde? Of heb jij nog een mooi verhaal? En dan eigenlijk merk ik dat je met iedereen daarover kan praten. En dat breekt altijd het ijs. Heel erg tegenwoordig hip van ja, het gaat allemaal goed en alle dingen die je ook op social media voorbij ziet komen, het gaat allemaal goed en het is allemaal leuk. Alleen ja, liefde is ook wel eens niet leuk. En dat merken we, dat ouderen daar makkelijker over praten inderdaad. Misschien omdat ze wat meer mee hebben gemaakt of denken van ja, dat hoort er gewoon bij het leven of zoiets. Toen zijn het project ook echt begonnen om mensen te verbinden met elkaar en in de hoop dat de liefde gewoon gedeeld zou worden met alle verhalen die we hebben gekregen. Gehoopt wel, verwacht dat het zo zou gaan, natuurlijk niet. Dat kan je niet verwachten.